Financiën minister Stanley Raghubar Singh roept personen met een ondernemingsgeest op om zich te laten informeren over het productiekredietfonds. Gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée zei de bewindsman dat dit fonds vele voordelen kan hebben voor de verdere ontwikkeling van de economie. Wij praten heel lang in ons land erover dat we een land zijn van grondstoffen. Hier komt er een fonds dat de gelegenheid gaat geven om van die grondstoffen eindproducten te maken. Voor onze eigen mensen en bij voorkeur ook voor de exportmarkt. En als laatste technologische input. We hebben gezien dat in onze economie dat sommige sectoren grote technologische vooruitgang kunnen tot stand brengen. In het verleden rijst, bakoven, maar ook in het heden olie en gas. En de verwerking van tuinbouwproducten, groenten en fruit. Die technologie is te doen in ons land. Het is geen fantasie. Voorzitter, de vragen. Wie mag wel en wie mag niet lenen uit het productiekredietfonds? En hoe groot zijn de bedragen? Is de doelgroep duidelijk te specificeren? Dat is de eerste vraag die door het lid Jogi werd gesteld. Het fonds is geschikt om de productie bij kleine en middelgrote ondernemingen te stimuleren. Grote ondernemingen kunnen namelijk voor zichzelf zorgen. Met uitzonderingen van de sectoren handel, landbouw, veeteelt en visserij. Betekent niet dat landbouw, veeteelt en visserij uitgesloten zijn. Daar is een apart fonds voor. Maar als iemand landbouwproducten wil verwerken, is dit productiekredietfonds open voor die mensen. De handel wordt bediend door de commerciële banken. Landbouw, veeteelt, visserij sector, daar is een apart fonds voor ingesteld, ook in uw college NOVA. Maar de verwerkingsindustrie kan hier dus uit putten. Ondernemers van alle districten komen in aanmerking voor leningen uit dit fonds. Het is een landelijke faciliteit, voor iedereen toegankelijk. En ik zal u straks wat meer informatie geven over hoe de NOB eraan werkt om die toegankelijkheid ook echt goed in alle districten om dat tot stand te brengen. De minister zegt verder dat het van belang is om te weten dat Surinamers in aanmerking komen voor de kredieten. De limieten zijn gesteld op 2 miljoen SRD. De eerste inleg in het fonds is 50 miljoen SRD. Mocht de behoefte groter zijn, dan zal het fonds worden aangevuld.